Tijdens het eerste Nationaal Gemeenteraadsdebat op zaterdag 15 december ga ik onder andere in gesprek met Jan-Dirk Pruim, de griffier van Almere en al jarenlang bekend als voorvechter van innovatie in de raad. Er zijn volgens mij drie onderwerpen die jij met de aanwezige raadsleden zou willen bespreken. Welke zijn dat? Ik wil heel graag spreken over de begrotingscyclus en de hoeveelheid tijd die het raadsleden kost om zich daar doorheen te werken, laat ik het zo zeggen. Tweede punt is, hoe krijg ik een goede focus als raadslid op onderwerpen die ik wil bereiken? En het derde onderwerp waar ik graag over zou willen spreken is, het kan niet anders vandaag, het debat in de raad en hoe dat tot meer levendigheid gebracht kan worden. Oké, dus de begroting, focus en debat. Nu gaan we niet alleen in gesprek met de zaal, maar we gaan de zaal ook met elkaar laten debatteren. En wat zou nou een stelling zijn waarvan jij zegt, dat zou nou een stelling zijn waar het goed is dat de raadsleden daar eens over nadenken? Volgens mij is een stelling, een succesvol raadslid leest niet meer dan 20% van de aangereikte stukken. Een mooie stelling om een debat te voeren. Dus 20% van de stukken zou je als raadslid eigenlijk maar moeten lezen. Dat zou een debatstelling kunnen zijn. Nou, dat roept ongetwijfeld bij de kijker thuis emotie op. Mocht je nou interesse hebben om naar dit eerste Nationaal Gemeenteraadsdebat toe te komen, meld je hier dan onderaan via de link. En dan hopen wij je samen op 15 december in Hilversum te zien.